Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video vandaag ga ik een pashokjes shopblog doen. Ik heb deze video laatst gezien bij Isa Luna. Dus ik zal even een linkje van haar video in de beschrijving zetten, zodat jullie die ook kunnen bekijken. Vandaag ga ik naar Utrecht en ik ben niet op zoek naar iets specifieks. Maar ik kijk gewoon in de winkels waar ik heen wil en of ik iets leuks kan vinden. En dat ga ik dan voor jullie filmen. Dus dat is de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video gaan vinden. En geef alvast een duimpje omhoog en abonneer ook op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen met de video. Ik ben nu in de Pull&Bear. En dit is mijn outfit trouwens. Deze is van H&M. Brandy Melville. Nike's. En ik heb twee items gepakt. Eén mom jeans. Die is 20 euro. Heb ik in de maat 38 gepakt. En dit topje is 13 euro en in een maatje S. Die heb ik ook bij Isa gezien. Dus die leek me ook wel leuk om te proberen. Nu bij de items aan. En de broek is eigenlijk een beetje te groot. Maar 36 gaat weer niet bij mijn benen passen, denk ik. Dus deze neem ik niet. Het topje is wel heel erg leuk. Ik heb nu mijn BH eronder aan. En je ziet de bandjes wel heel erg. Maar volgens mij kun je dit prima zonder BH dragen. Dus ja. Dus vind ik wel heel leuk. Dus die neem ik. Ik sta nu in de Urban Outfitters. En ik heb één broekje gepakt van iets Frans. Deze wil ik al een tijdje. Maar deze is wel 39 euro. Dus dat gaat pijn doen aan mijn hart. Maar ik ga eerst even kijken hoe die staat. Helaas zit hij heel mooi. Dus nu wil ik hem kopen. Maar ja, ik vind het wel heel leuk. Dus hier staat dan heel klein het merkje. Het is Frans. Dus ja, ik denk dat ik hem wel neem. Ik sta nu in de Brandy Melville en ik heb hier een mom jeans die ik ga passen. Deze roze joggingsbroek, wat precies dezelfde is als deze, maar ik ga hem toch aandoen voor de video. Maar ik weet dus al dat hij past. En een zwarte grote vest die ik ook maar aan ga doen, ook voor de video. Maar ja, drie items dus hier. Ik heb nu de mom jeans aan, maar hij is dus hier veel te groot. Maar hier zit hij dan weer heel strak, dus een kleine zal ook niet passen. Dus dat is weer jammer, ik ga dus niet mee. Maar hij was ook 38 euro, dus nee, deze neem ik niet. Nou, dit is de joggingsbroek. Zoals ik al zei, deze past sowieso wel, omdat ik die al in het licht wassen heb. En ja, zit goed. Volgens mij is hij 32 euro. Ja, 32 euro. Nou, en dit is het oversized vest. Die zit gewoon fucking chill, heel dik stofje ook. Dus ja, deze is wel nice. Deze zie ik online heel veel bij mensen op Instagram en zo. Dus ik wilde hem ook graag. Dus ja, deze neem ik ook. En deze is volgens mij ook 30 euro of zo. 38. Beetje veel. Maar ik denk toch dat ik deze niet neem. Aangezien ik nu mijn eigen weer aan heb. En die zit toch wel een stuk strakker. Ik weet niet of ik deze heb uitgelopen of zo. Maar dan zit deze toch beter. Dus dan neem ik die denk ik niet. En dan het vest alleen wel. Dus ik ben inmiddels weer thuis. Ik ben best wel kort in Utrecht geweest. Het was ook echt super druk en ook best wel warm. Dus ik had niet zoveel zin om nog extra rond te lopen. Terwijl het niet nodig was. Ik heb dus uiteindelijk drie dingen gekocht. Zoals je waarschijnlijk weet heb ik dit oversized vest gekocht bij de Brandy Melville. En deze was, even kijken, 38 euro. Maar hij is dus echt enorm groot en ook, het is echt een super dikke stof. Dus hij houdt je wel lekker warm. Dus dat is denk ik wel de prijs waard, vind ik, zeg maar. En deze wilde ik ook al heel lang hebben, dus die heb ik gekocht. Dan heb ik bij de Pull&Bear dit shirtje gekocht. En deze was 13 euro en die heb ik in een maatje S gekocht. Deze zag ik dus ook bij Isa in de video. En ja, deze stond gewoon heel leuk en is heel erg schattig met de bloemetjes en zo. Dus die heb ik gehaald. En als laatste dit broekje bij de Urban Outfitters. Het iets Frans broekje. Maatje S. In Pink Rose heet deze. En dan heb je hier dus het merkje staan. Heel subtiel. Maar deze wilde ik ook al een tijdje hebben. Dus die heb ik nu ook gehaald. En deze was 39 euro. Beetje overpriced. Maar je, ja, je betaalt dus voor het merk. Dus dat, en Urban Outfitters is meestal duur. Want dat zijn allemaal merken bijna.
Dus ja, die drie dingen heb ik uiteindelijk gekocht. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En geef even een duim omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En laat in de comments ook even wat video ideeën achter. Zodat ik meer video's kan maken. En ja, dat was het dus. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!